Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we aardig wat wolken boven Nederland. Het viel met de zon vandaag toch wel een beetje tegen. Na het slechte weer van vannacht, met de regen en het lokale onweer, zou in de loop van de dag de zon vaker doorbreken. Nou, dat gebeurt ook wel, maar pas in de namiddag en avonduren. Dit zijn de maxima voor vandaag. 22 tot 28 graden was het. Maar misschien zit je in het oosten en denk je 28? Heb ik helemaal niet meegemaakt. Nou, dat was vannacht dus al. Iets na middernacht hadden we deze hoge temperatuur nog in het land zeer bijzonder. Kijken we naar de temperaturen van vanmiddag, dan waren dit de waarden: zo rond de 20 graden aan zee en 24 graden in het oosten van het land. Vanavond krijgen we dus nog met flink wat zonneschijn te maken. Aardig wat wolken lossen dan op en temperaturen liggen dan zo tussen de 19 en 22 graden. Het is overal droog en de wind die neemt in kracht af. Vannacht ook geen plaknacht, minimaal tussen de 13 en de 15 graden. Heel lokaal kan er misschien nevel ontstaan. En dan morgen, dat wordt een spannende weerdag. De ochtend begint nog droog en met zon, maar later op de dag komt er vanuit het zuiden een laag drukgebied dichterbij. En de koers daarvan die is nog onzeker. Hij zou over het midden van het land kunnen trekken, maar ook langs de westkust. Of over het oosten is mogelijk. En dat maakt allemaal nogal uit voor waar de zwaarste buien gaan vallen en waar het hard gaat waaien. Op dit moment ga ik vanuit dat zo rond 12 uur de eerste buien het zuiden van Nederland bereiken. Die kunnen dan gepaard gaan met de onweer, maar de windstoten vallen dan nog mee. In de namiddag en avond wordt de kans op veel wind wel groter. En dat geldt dan dus vooral voor de noordelijke helft van het land. Grofweg kun je ongeveer op dit gebied tekenen. Ik denk dat we daar rekening moeten houden met de zwaarste windstoten. En dat kan in de avond duren, maar het kan ook nog in de nacht naar vrijdag zo zijn. Ook dan kan het flink waaien. Dus ben je bij een buitenevenement of bijvoorbeeld op een camping, houd daar dan toch al een beetje rekening mee. En volg in ieder geval donderdag onze weersberichten. Want dan gaan we daar verder op in natuurlijk. Als we die buien en de wind hebben gehad, dan is de warme lucht weer echt uit Nederland verdreven. Want ik had het nog niet gezegd, maar morgen wordt het opnieuw plaatselijk 28 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we niet met warmte te maken. Dan 20 tot 23 graden. Vooral vrijdag vallen er een paar buien. Zaterdag nog een enkel buitje en dan schijnt de zon alweer vaker. En zondag dan keert de zomerwarmte gewoon weer terug. 24 tot 29 graden bij flinke zonnige perioden. En dan hebben we de paraplu niet nodig. En hoe ziet de langere termijn er dan uit? Nou, zondag dus warm, maandag misschien ook nog. Maar daarna gaan de temperaturen toch weer naar beneden. En dan zitten we meestal zo tussen de 20 en de 25 graden. Best aangenaam zomerweer, denk ik. Af en toe daarbij een bui. Nou, dat kan de natuur natuurlijk ook goed gebruiken. Maar ga je dus nog op vakantie in die laatste schoolvakantieweken? Het is echt geen slecht weer. Waar het ook geen slecht weer is, is morgen rondom de Middellandse Zee. Her en der wel een bui, en met name in de noordelijke helft van Italië kunnen het stevige bui zijn met onweer, maar de temperaturen zijn overal top te noemen. Hiervoor heb je geboekt 30 tot 35 graden. En kijk ik nog even naar de zaterdag, dan zien we dat de buigheid in het noorden van Italië afneemt. Daar dan ook weer wat vaker zon. En verder, eigenlijk in de meeste vakantiegebieden, flink wat zon. En die temperaturen blijven prima. Nergens boven de 35 graden. Alleen in het zuidwesten van, I van Spanje is het wat warmer. Tot zover het weerbericht. Nogmaals, volg onze berichten morgen ook over het mogelijk slechte weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.